Tijdens de algemene beschouwingen heeft u gepleit voor het aanleggen van een geboortebos. Kunt u precies zeggen wat dat is? Ja, dat klopt. Een geboortebos is een bos wat je laat ontstaan door, zo gauw een kind wordt geboren, dat die ouders de kans krijgen om een boom te planten. En de gemeente faciliteert daarin. Ik wil niet zeggen dat je die boom gratis krijgt. Dat moet je met elkaar afspreken. Ik zag voorbeelden van 50 euro, 75 euro voor een boom. Dan krijg je een plaatje bij, een naamplaatje en dan wordt er netjes een boom geplant. Of je plant hem zelf. Er zijn alle verschillende opties mogelijk. Het planten van zo'n boom kan natuurlijk overal. Wat is dan de achterliggende gedachte van zo'n bos? Ja, je kan hem ook in je eigen tuin zetten, vermits je al een tuin hebt. Maar wij willen graag om meer bos, meer groen in de stad. En dan is het handiger om zeg maar, ergens een halve hectare grond beschikbaar te stellen, waar je dat kunt realiseren. Dit verzoek hebben we trouwens in 2006 ook al eens gedaan. Dat is nooit uitgevoerd. Het was met meerderheid aangenomen. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar nu in de hele CO2-discussie, en bomen vangen CO2 af en geven zuurstof terug, lijkt me dat toch gewoon een aardige opsteker om op die manier ons areaal bos uit te breiden. Tijdens de algemene beschouwingen heeft u ook gepleit voor het instellen van een parkeerfonds. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat heb ik gezien bij de gemeente Wierden. Er zijn meer gemeenten die dat doen. Daar waar parkeerplaatsen op privéterrein bij renovaties in de binnenstad of bij nieuwbouw in de binnenstad moeilijk te doen zijn, parkeerplaatsen aan te leggen, dat dan zo'n ontwikkelaar toch een x-bedrag betaalt in de prijs van die appartementen of woningen richting de gemeente, waardoor de gemeente kan zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen. Pleit u dan voor de terugkeer van de auto in de binnenstad? Nee, juist niet, want in mijn algemene beschouwing staat ook van stop met die doorgang Grote Stad Noord, Grote Stad Zuid, want dat levert niks op. Nee, we zijn niet de autopartij, maar we zien wel, er wordt gebouwd. De eisje 1.6 of 1.8, moet ik even antwoorden schuldig blijven, parkeerplaats bij een woning. Maar die plekken zijn volgens mij niet overal beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is bij dat gat van Talamini, wat zo mooi is, zo heet, waar bewoners nu weer parkeerplaatsen hebben teruggekregen. Die eerst openbaar waren voor iedereen, daar hebben ze nu dan weer blijkbaar rechten op om daar te kunnen parkeren, omdat daar de parkeerdruk te hoog werd. En op die manier stimuleert u het wonen in de binnenstad? Ook dat, en je stimuleert om bouwers toch te gaan kijken van ja, wat kunnen we dan zelf realiseren.